We geven een week lang door heel Nederland colleges in de open lucht, wij docenten. Maar daarbij trekken we op samen met de studenten en de bestuurders. En waarom doen we dit? Waarom geven we al die acties in de open lucht? We doen dit omdat we niet langer kunnen accepteren dat er continu bezuinigingen over ons worden uitgerold vanuit Den Haag. En dat heeft heel veel impact voor de toegankelijkheid van onderwijs en voor de kwaliteit van onderwijs. En daar willen wij heel graag aandacht voor vragen. En daarom heeft WO in actie deze geweldige actiedag. It's a good approach. We're protesting peacefully. I think that always has good results. I think it's a good way to show solidarity and I think it's good to continue the kind of learning experience while also showing that you're not happy with the system in place. Nou, het gaat natuurlijk over sociale ongelijkheden. En de studenten krijgen de laatste tijd wel wat lastiger in Nederland, dus het is ook wel relevant voor het buitencollege, zou ik zeggen. In Amsterdam is het zo dat er op de gekste plekken worden op dit moment colleges gegeven. Ze staan allemaal online, eventjes dat woinactie.org kun je ze vinden. En er gaan mensen in een tramcollege geven, in de trein tussen Amsterdam en Utrecht. En mijn collega van informatica op het ILLC die gaat zijn college geven in het Oosterpark. Prachtig, dus je hebt hele grappige plekken waar je dus pop-up colleges zult zien in de stad als je door de stad heen loopt. Being outdoors gives you more access to nature. I felt more connected with all the audience as well as the teacher. I think the weather is a big issue. So for example, I was seriously considering about leaving at one point because it was so cold. But Mark is a really good teacher, so I stick around.